Hallo internet, we maken een klein sprongetje in de tijd. Je ziet er achter mij allerlei gebouwen die je misschien nog niet gezien hebt. Die worden de volgende aflevering uitgelegd, maar we hebben nu even een special occasion. En daarom doen we deze aflevering even eerst. Geniet ervan! Dit is Noobcraft Sadistic Survival. Vandaag met Selwyn, Kirsten, Stijn en Paul. En ik ben Douglas, jullie gids in de wereld van Minecraft. Niks aan de hand. Hallo iedereen, welkom bij deze speciale aflevering van... Oh, sorry. Oi. Van... Hater. Sadistic Survival. Want? Ik wil het zelf niet zeggen, dat vind ik zo stom. Want Douglas die is... Jarig! Yay! Hoera! En iedereen is gekomen! Iedereen die belangrijk is. Behalve Ralf en Julian. Iedereen is gekomen die belangrijk is. En Bonnie. Oh, en Bonnie. Oh ja, Bonnie is er ook niet. Oké, okay, goed. Fair enough. En Julian is er niet. Oh. Hey, oh, rustig. Maak elkaar niet dood. De taart. Ik ga dood. Ik heb honger. Ik ga taart eten. Oké. Zombie. Ik heb geen honger. Ik moet even honger krijgen. Ik val nou met mijn leeg. Ik moet even honger krijgen, want ik heb geen honger. Ja, ik ook. Oh. Ik ben al begonnen met de taart. Nee, ik zie het. Snel, wie is meeste taart? In ieder geval, dit hier is Held. Hallo Held, introduceer jezelf even, zoals wie je bent en zo. Hey, ik ben Selwyn, je bent een sportje. Hallo Selwyn. Selwyn speelt al langer Minecraft dan ik, geloof ik, maar... Hij is geen noob meer. Wie is Selwyn? Nee, hij is geen noob. Oh, ik heb honger, ik heb honger. Ik heb honger. Mooi, neem eens een netje taart. Oh yes, yes. Ik heb taart. Oh, nice. Zo. Oh ja, cool. Maar omdat het mijn verjaardag is, gaan we eerst gaan we naar de Efteling. Wat? Echt? Cool. Ja, ik zei neem je zwembroek mee, maar ik zeg nog niet wat het is. Maar we gaan naar de Efteling. En hoe komen we daar? Oké, als jullie mij volgen, want we hebben daar een, ik heb daar een speciale put voor gebouwd. Anyway. Oh, Kirsten, je huis is helemaal weg. Ja, weet ik, heb ik zelf gedaan. Nice, ga je nieuw huis maken. Ja. Cool. Alright, dan gaat de zombie mee. Ja, ik mijn huis is alleen wel een beetje groot. Is het erg? Kijk, ik heb deze. Wat? Is het erg als mijn huis een beetje groot wordt? Dat maakt me helemaal niet uit. Groter dan mijn huis? Ja. Ja, maar dat moet je zelf weten. Oké, okay, goed. Oké, wacht. Oh, nee! Wie is er weg? Oh, jullie zijn bij de putten! Oké. Dan gaan we naar de Efteling! Woehoe! De zombie gaat ook mee. Oké, zijn we er allemaal? Stijn, wat is er met jou aan de hand? Stijn's hoofd zit er verkeerd om. Ja, niet goed met Stijn. Oké, cool. Ja, ik dacht ik maak het kapot, maar dat lukt niet. Oh, het is gelukt! We zijn in de Efteling! Yay! En dat om door een waterput te springen. In één keer zijn wel met al mijn coole graphics weg. Oké, cool, we gaan naar de Efteling rennen. Gaat de Nee! Wow, lijkt even naar binnen. Wow, wat is dit voor een boek? Wow, dat boek ken ik niet. Wow, dat mensen hier een best voor hebben. Hebben jullie allemaal wel je resource packs ding gedisabled? Wat? Je resource packs gedisabled. Oké, zodra je binnen bent. Alles gedaan wat Douglas zei. Ja. Zodra je binnen bent. Ik ga een boekje kopen. In het midden, en dan kan je zien. Dan staat statusnavigatie en dan kan je alle open. Kom hierheen! Open attracties hier, terug! Zien. Kom naar mij! Hier wat? Staat. Wat? Pardoes in het midden van de winkel. Ja, cool hè? Oh, ja. Nice. Cool. Hallo. Alright, cool. Iedereen druk op de ster. Iedereen druk op de ster. En dan op de minecart. En dan gaan we naar. Zullen we naar de droomvlucht gaan? Ja. Nice. Oké, dus de tweede rij van Marenrijk. En dan is die groene met droomvlucht waar geopend staat. Ik ben er al. Ik ben dood. Ik ben er nu ook al. Ben je ik ben er ook. Nee, dat is een grapje. Oké. Ik ga alvast. Jee, eindelijk. Ik moet plassen. Oh, de pieton is gesloten. Kom nou, jongens. Ah, dat maakt niet uit. Ik zal vragen of ze die openmaken. Oh, daar komen ze. Douglas, jij mag het eerste. Ja. Oh. Ja, maar Stijn, we komen een karretje tekort voor jou, dus dat maakt niet uit. Wie zijn de karretjes? Ik ga er alvast in. Douglas, wil jij vooraan? Ik zit er ook in. Ja, ik zit er. Woehoe! Dat is leuk.
Kom maar gewoon achteraan, deze attractie duurt toch wel even. Als je op F1 drukt, dan kan je compleet van de attractie genieten. Ah. Oh. Ah, ik mis nu wel een beetje de muziek zo. Die zet ik er zelf onder. Alleen dan andere muziek. Oh, nice. Oh, kijk al die planeten vliegen. Wee, zo mooi dit. Oh, we hebben. Ben ik in de. Wat? In de. Die hele racistische, hoe heet die ook weer? De Fata Morgana. Nee. Die misschien de... ook, ja. Nee, en dat die slaven. De superbekende attractie van Efteling. Ja, die! Carnival Festival! Carnival Festival! Carnival Festival, ja. Ben ik daar? Ik weet niet of ik daar al een keer in ben geweest. Ik deze kan ik al een keer in. Hallo! Ik hoor allemaal mini-villagers. Het is echt. Hey, wat was dat andere mannetje? Cool. Airbender! We kunnen ze niet slaan. Die oom heeft... Oh, die moeten we hebben! Die moeten we hebben! We moeten naar de... Nee. We moeten de Ender Dragon verslaan. Oh. Hey. Stijn, het is echt heel leuk hier. Ja, maar ik kan het kaartje niet meer helemaal zeggen. Als je er niet direct op kan klikken, dan moet je even ergens anders op klikken en dan daarin. Maar je moet rechter muisknop doen, hè? Dus control en dan de muisknop. Zo'n kaartjes. Ja, leuk dat... Kijk, een paard! Oh. Daaronder. Ik vind die elfjes wel een beetje eng. En ook het geluid wat ze maken. Hoort die donder hier? Dat is wel heel leuk. Dat is echt veel leuker dan gewoon echt de Efteling. Toch, Kirsten? Of niet? Ja? Veel leuker dan de echte Efteling. Ja, sowieso. Sowieso. Veel leuker. Ik vind het leuk dat ze die knopjes allemaal sterren hebben laten zijn. Mijn portemonnee vindt het ook veel leuker. €120. Ik vind ze toch behoorlijk als knopjes eruit zien, hoor. Ja, maar het moeten sterren zijn. Gebruik je fantasie. Oh, ik heb iemand afgewezen. Oh, je hebt iemand afgewezen? Ik heb chance met GJWB98. Hij vroeg welke skin ik had en zo. En nu vraagt hij van of ik vrienden wil zijn, dus ik zei nee. Want ik ben heel lief en zo. Wel een beetje laggy. Zijn net planeten? Ik heb daar geen last van. Ik ook, ik een beetje, ik maar niet echt. Wat zegt hij? Kimsh? Het is Kimsh. Nou ja, het zal wel. Dat weet ik niet. Oh, hij vraagt gewoon aan iedereen of hij vrienden wil zijn ofzo. Wat zeg je, Paul? Ik wil de Vliegende Hollander in, maar die is... Ja, die was vet! Nou, die kunnen we vragen. Die was echt vet. Ik zal wel even vragen vast. Huh? Het gaat ook in één keer sneller. Ah, dit stukje vond ik wel het leukste van de attractie. Ik ook. En dan heb je in één keer heb je zo'n elfje op het einde. En dan blijken de trollen toch goed te zijn. Wanneer gaan we echt naar de Efteling? Wat zeg je? Wanneer gaan we echt naar de Efteling? Dit is de echte Efteling. Oh. Lijkt er wel op. Wat ik altijd al wilde is nu uit zo'n karretje springen. Dat lukt niet. Ik ben nog bezig met... Oh nee! Huh? De oppertrol. Een kusgeluidje. Iemand maakt een raar geluid inderdaad. Ja. Ja, dat is een beetje. Dat is helemaal. Dat was de eerste keer. Hij zegt bij mij de hele tijd dat ik al connected ben to the server. Ik vind het wel knap aardig van mezelf. Oh, kijk, ze doen afscheid. Dat was een zacht detective. Hoe springt er nou uit? Zo'n gezicht aan. Springen we eruit? Plukken. Oh! Ja, maar het werd ineens donker. Wat bestaat. Een ding boven mijn hoofd. Oh, hij wordt geopend. Oh yes. Geopend ook dus. Ja? Ja. Hij zei net, de DVH ga ik nu openen, of wordt geopend. Pet, oké, iedereen eruit. Ik ben eruit. Yay. Anders ga je nog een rondje. Waar is Stijn?
gaat het. Stijn, je zit er nog in, toch? Ja? Ik ga vast naar buiten. Ik ga hier roze jurkjes kopen. Ja, dat kan hier altijd, oh, ja, toch? Ja, dat elfenjurkje. Dat is zo schattig. Hij is open. Wat zeg je, Stijn? Yay! Nou, zullen we dan nu naar de Vliegende Hollander gaan? Ja. Ja, ik heb slecht nieuws. Hij moet weer downloaden. Is het... Waar kon je dat instellen? Ja, maar ja, dat komt goed. Je moet zometeen waarschijnlijk bij deze attractie ook weer wachten. Als ze hebben een stoomtrein. Maakt niet uit, joh. Ik ga met Kirsten. Je kan het beter gewoon even uitloggen en het uitzetten. Dit maakt, hey. Cool. Het maakt allemaal niet uit, want ik krijg straks echt een taart. Kijk, dat is zo. Stijn is de enige die hier thuis is, inderdaad. Oh, ik snap het niet. Hè? Nice. Wat? Hè? Wat? Jullie? Waar? Oh, ik kan er doorheen. Wow. Ja. Zou al daar gelopen? Ja. Nee, ik ben weer gecrashed. Ga maar links of rechts? Ja, ik ben achtergekomen dat als je... Nee, we hebben niet over je broek. Ging er door. Oh, echt waar? Ja. Dat is voor ons dan ook nieuw. Pegasus is... Oh, ik moet zitten. Je moet gaan zitten. Oh. Nee. We gaan al, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Doei. Doei, kun je ons zien? Wacht, je kan ons buiten zien, zeg maar. Ja, zometeen. Film ons. Oh, oké. Okay. Of je kan ook terugkomen hier naartoe, want je kan kennelijk ook. Hij weet ook niet waar dat hij naartoe moet. Douglas, wel opletten. Wat? Wel opletten. Harry. Oh. Is dat bij jullie? Ja, dat is bij mij. Ik heb een zeer geluidsdichte woning. Mhm. Oh, dit is zo vet. Dat is wel mooi. Ja, hey, goed gedaan, hè. Ik zou een spookschip te zien. Wat zeg je? Ook straks spookschip te zien. Ja. Klopt dat nou niet? Kom, een dubbel. Dubbel. Ik niks. Oh, er vallen allemaal sneeuwvlokjes. Hij rent ook langzaam. Oh, gaat moeten al deze attracties onderhouden worden? Of, Ja. Waarom gaan ze de hele tijd dicht? Oh nee, ja, weet niet. Dus waarschijnlijk als er te veel attracties tegelijkertijd openstaan, dat de server dan crasht of zo. Dit is zo mooi. Oh, de vliegt nog alles gesloten, zeg ze nu. Ah. Oh. Wat? Nee, brand! Waterval! Ik zie geen waterval. Ah, zo gaan we dan! Hou je vast, Ben! Hou je vast! Zijn we buiten? Oh nee, we hangen vast! Wat? Oh nee, wat is dat? Oh snap! Ah, oh, snap! Dat is de ingang. Nee, dat viel wel mee. Allemaal bliksem. Duur maar. Oh, hier gaan we. Oh, zo. Hier komen we. We gaan naar buiten. Oh, yeah. Hey, ik zie ze hier. Wow! Dit is zo leuk. Niet over mij heen! Oh ja, dan kun je zien hoe die nieuwe attractie eruit ziet. Oh, het zit over mijn peren heen! Oh, bon. Iedereen lacht voor de foto! Oh, dat was te laat voor de foto. Ik vind het water nog steeds cool gemaakt. Dat is echt het beste, inderdaad. Dat is heel cool. Dan komen we nu. Oh, ik zie een wilde stijl. Yeah. Hey. Ik zie je. Ik zie je zo inderdaad ook. Nou, dat was het dan. Zullen we een jongens? Zullen we een carnaval festival doen? Op naar carnaval festival. La la la. Da 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 da. Ik zie iemand die kan gewoon springen. Wie kan springen? Stijn, kom nou. Oh, we kunnen hier ook met z'n vijven. Oh, zijn we er allemaal? Dan moeten we...
Gezinsattractie, bijna. Alright. Rechtermuisknop, hè? Oh nee, jongens, niet te snel! Jawel, kom op. Kom op, Rin! Snel. Rechtermuisknop! Ja! Het is gelukt! Oh, yes! Yay. Oh, kijk, daar is Yoki. Yoki-beer. Kikker. Dat zijn creepers, die ontploffen. Wow. Het ziet er wel eng uit. Ah, dit is zo weird! Ik wil stuk maken! Ik vind het best wel eng eigenlijk. Ja, wow. Ik herken de handen echt niet meer. Het is een Duitse wow. Het is ook echt wel die kleine koe die hier even naast stond. Hij was eng, hè? Oh, dat is weer een Yoki. Het ziet er wel een beetje uit als Pardoes, maar hij heet Yoki. Hij heet Yoki? Ik snap het niet. Yoki. Is het. Hij heet Yoki. Ik vind het nog steeds cool ze dit allemaal hebben gemaakt. Ja, vet eng Yo. Ja, vooral die buitenstukken. Nou. En die van jou. Zet ze hier niet te sumo worstelen? Of is dat niet hier? Ik weet het niet. Volgens mij wel. Douglas, ik wil straks wel even met jou sumo worstelen. Oh. Wow, zag je die effecten? Particle effect. Ja. Eieren. Ja, kippen die leven op de Noordpool. Dat makes sense. En Crazy Walrus. Dat moet de penguins voorstellen. Crazy Walrus. Wauw. Wow. Wow. Oh, hier is een aapje. Ja! Dan een stuk. Ja, hij beweegt. Oh, volgens mij, dit is China, denk ik, of niet? Dat was China. Nee, China is al geweest. Dat was voor Polen nog. Oh, dit is het einde. Voor de Noordpool. Oh ja, dit is het einde. Oh, ze hebben een draaien. Ik heb daar een foto om de hoek. Oh, ik heb nog steeds Paul Scott in mijn veren, dat is jammer. Tot ziens! Oh. Auf Wiedersehen! Kerstin wil ik er straks wel uitleggen. Daijan! Saijan! Kikni! Cheerio! Groeten aan de buren! Carnaval Festival, oké, fijn. Wauw. Nou, niks. Leuk! Kom er niet uit! Met Shift! Na de volgende rok! Pagode is de leukste attractie van de Efteling. Het is veel lichter dan in het echt. In het echt is het donker. Ja, maar we hebben nu niet die texture pack ding, hè? En de Python dan? Douglas? Ja, oh, de Python zijn we nog niet geweest. Dat kan wel proberen. Ja, maar dat ene ding blokkeert het. Oh, ja, nou zit ik ook in. Wow, ik ben helemaal... Dat is allemaal groen, vies spul. Ja, wat gebeurt er? I don't know. Wow! Ik volgens mij ben ik aan het kotsen. Blijf maar. Ja! Zit iedereen erin? Ik kan wel. Stijn nog niet. Stijn! Ik snap echt een klikken. Gewoon blijven klikken. Op het karretje. Rechtermuisknop, hè? Niet normaal. Op het karretje. Ga aan de andere kant staan. Aan de andere kant staan. Natuurlijk op het karretje. Ik ga wel hier. Op het karretje, man. Laat dan op. Ja! Oh, hier, Stijn moet ook kotsen. Volgens mij gaat het gebeuren, de hekken gingen open en dicht net. Ja! Yay! Yeah! Oh! Hoe! Waar gaat het omhoog, jongens? Alles is zo donkers! Donkers? Oh, dit is op. Je kan er veel meer zien in Ja, maar dat komt omdat we die texture pack nu niet hebben. Volgens mij maakt het dat niet uit. Het is alleen maar voor de muziek. Je hebt ook een andere texture pack, Douglas. Is dat zo? Het is wel een beetje moeilijk om de richting te nemen. Wow, hij gaat wel snel. Wow. Het geluid weg. Zo hard gaan. Ja, bij mij ook.
Oh, wat? Niet alweer, Douglas. Niet alweer. Up, up and away! Zijn we al Joris en de draak geweest eigenlijk? Ja, wij zijn al een Joris en de draak. Oké, toch wel. Wat was het, Joris? Ah, dat was cool. Alleen nog naar de Python en dan terug. Zou je erin kunnen lopen? Wat? Drinken en lopen? Op die rails? Nee. Ja, kan. Ik denk dat ze dat niet hebben aangezet. Ah, zit die gast die een beetje zijn kont aan het show is daarboven? Ja. Ah, oh, nee, ik kan niet inderdaad. Jammer. Python is deze kant. Oké. Ja, wat zijn jullie eens? De ik zit in de Python. De Python. Oké, kom eraan. Ik ga achterin. Nee, maar gewoon rennen. Ik ga achterin. Ik ook. Weet ik ga, er zijn geen karretjes. Is er niet voorin? Nou, dat is achterin, dat weet ik zeker. Ja, klopt. Oh. Oké, ik wil voorin. Ik weet de Efteling uit mijn hoofd en dit klopt ga allemaal. Ik ga achterin. Ja. Hey, Paul. Ik ga wel in het midden. Oh jee. Zo. Gedeeld. Ah, oh, kijk eens de mooie mensen die daarin zitten. Zeg. Ga zo nog uit. Oh, ik kots. Ik kots. Oh nee, vies. Zo, ook echt te veel. Wat heb je gegeten? 3, 2, 1. Go. Oh, kijk, er staat een lampje ook echt. Ja. Daar. Oh, wat vet. Oh, groen. Nice. Oh, dat gaat langzaam. Ja, dit is toch niet zo heel spannend. Oh, dit is nog het begin, hè. Oh, ik lag. Hij lagt alleen even. Hé, hey, er komt even iemand gedag zeggen. Ja, yeah, wat Wat doet die daar de manier nou? Dat is een gangstaag. Oh, ik dacht even dat een van ons eruit sprong. Wat? Oh, vet. Oh? Die looping zijn... Paul, waar ben jij ineens? Ja, Paul. Ik ben eruit gesprongen. First time, yes, bad. Paul, wat de hel? Hoe doe je dat? Oh, ik kan het ook! Kut, ik kan het ook! Waarom doen jullie dat nou? Vallers! Douglas, kom maar lopen! Douglas, kom maar lopen! Douglas, ik ren achter jou! Ja, we lopen hem! Wow, die looping is zo disoriented. Oh, fuck, een looping! Oh, we kunnen niet springen! Oh, we kunnen niet... Help, we zitten vast! Wat zijn jullie allemaal doen, joh? We komen langs, spring erin! Ik film je! Spring erin! Hoe? Oh, je bent te laat. Dat is niet ver, dat is te ver weg. Oh, jullie missen alle fun. Dat maakt niet uit. Valers! Ik ga ze filmen als ze aankomen. Woe! Doei. Zitten jullie daar vast? Oh, hey. Oh, hey. Vallers! Oh, waarom? Oh, dat is toch wel... Doe opnieuw even in de Python anders? Ja, kom. Wacht, ik ga eraf springen. Kom, gaan we naar de Python. Leuk, je hebt het weer voor elkaar gekregen om een heel simpele actie heel ingewikkeld te maken. Groen, yeah! Woehoe! Weet je waar ik achter ben gekomen trouwens? Ik heb dat niet van mezelf. Het is zo'n karakter uit Star Trek Deep Space Nine, namelijk Rom, die dat doet. Die ziet dan dat zijn broer wordt vermoord of wat dan ook en dan doet hij... Dux, zwaait hij ook met zijn armen zo? Nee, dat niet. Dat niet. En het is ook niet in combinatie met attracties, dus het is wel het is oké. Okay. Alright, Oké, daar komt de looping! Iedereen shift druk op het hoogste moment! Wow! Oké, ik was het vergeten. Net alsof er iemand uit. Nog een keer. Is er iemand uit? Ja! Ben jij eruit? Wat serieus? Ik zit alleen net niet op het hoogste punt. Ik zit net eentje lager. Oh. Oh, daar ben je.
Oh, je staat er bovenop. Dat is amazing. Zo gelukkig zit Stijn er nog in. Ja. Oh ja. Ik loop rond achter de attractie. Iemand loopt je achterna. Wegrennen voor de medewerker! Waaah! Nee, oké, ik ga eruit. Niet uit! Ik ook nog niet. Oh, ik ben nou, hij vindt me weer. Ik heb nog steeds niet uit. Nee, ik ook niet. Hey, ik kon de kip in de pak aanzetten. En de zon! Fijn, kan je er ook niet uit. Op je manier wil je het zeggen. Fijn! Oh, die is ik ga me wel even transporteren naar de vliegende Holland. Oh ja, dat kan ook, ja. Kirsten, zoek geen mod met een medewerker. Dat is nergens voor nodig. Oké, guys. Ja. Stijn staat achter mij. Oh, goed zo. Oké. Guys, doei. Heel erg bedankt voor het komen voor, op mijn verjaardag. Het was heel erg leuk. Maar we moeten nou de lange busreis terug naar huis nemen. Nou. Iedereen, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei! Hallo internet, ik hoop dat jullie genoten hebben van die aflevering van Noobcraft. Als je hier op het gele vlak klikt, krijg je meer Sadistic Survival van mij en mijn huisgenoten. En je kan mij en mijn huisgenoten ook in de ruimte zien als je op het paarse vlak klikt in onze webserie 33H Adventures. En vergeet niet hieronder te klikken op subscribe als je dat niet al eerder gedaan hebt. In ieder geval heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei!